Ik zit hier in de vooruit op Kunstbende 14, waar binnen enkele ogenblikken het jong talent van Gent zich zal laten zien. Jongeren tussen 13 en 19 tonen het beste van zichzelf in de categorieën beeldend, foto, film, tekst, mode, DJ, muziek, dans en performance. Wij zijn alvast benieuwd. Dat hebben ze allemaal al gezien. En die foyer-theaterzaal moet ik nog hebben. Kan dat niet wat rapper? De eerste keer dat je meedoet? Ja. En heb je je gesprek met de jury al gehad? Nee, maar ik wist wel niet wat ik moest zeggen tegen de jury, dus heb ik eigenlijk geen gesprek aangevraagd. Maar misschien gaan ze wel een paar vragen stellen, maar dat weet ik niet zeker. En heb je plannen om ze om te kopen? Nee. En wat vind je van de andere foto's? Ja, ik vind ze wel echt wel mooi. En als ik dat zo gisteren zag, toen ik ze kwam ophangen gisteren, dan dacht ik zo van... Ik ben ook de jongste van mijn categorie, dus ja, zo. Het is de eerste keer ook dat je meedoet. Ja. Allee, spannend. Heel veel succes nog en dankjewel. Je presenteert muziek vandaag. Heb je al veel nieuw talent gespot? Ja, ik vind dat hier allemaal ongelooflijk veel talent is. Ik had niet verwacht dat het eigenlijk zo hoog lag. Ik had verwacht dat er veel mensen gewoon een liedje gingen spelen en dat dan toch vaak ging misgaan of zo. Maar ik sta wel versteld dat iedereen echt toffe nummers brengt, zeer professioneel is. Er staat qua podiumpresence, leuke teksten. Dus ja, ik ben zeer aangenaam verrast. En heb je zo favorieten dan? Of zijn ze eigenlijk allemaal even goed? Goh, ja, sommige stijlen vind ik, zo'n singer-songwriter vind ik altijd heel leuk. Ik vind het ook heel dapper als zo'n meisje alleen maar gitaar er staat. Maar ja, de band die ik nu hoor klinkt ook weer fantastisch, dus ik heb absoluut nog geen favoriet. Het fijne aan de Kunstbende dat je daar alles kan. Hè? Er zijn geen blind auditions op voorhand geweest of er is geen voorselectie gebeurd. Iedereen komt gewoon zijn ding doen. En dat is soms opvallend, dat is soms minder leuk, maar dat is bij moment ook fantastisch om te zien. En we hebben hier ontwerpen gezien. Mijn mond viel open, echt waar. Kunst of bende? Ja, kunst of bende. Kunst dan. En waarom? Goh, zeg maar, een moeilijke vraag. Kunst of bende en kunstantwoorden en waarom? Omdat het de wereld mooier maakt. En een bende daarom niet altijd. Maar kunst maakt de wereld normaal gezien altijd mooier. Zo, er zit zeker zeer veel jong talent in Gent. Neem ook zelf eens een kijkje op de site van de Kunstbende, waar je ook de data's van de andere voorrondes en van de finale kan terugvinden. En ga daar ook zeker allemaal heen. Ik duik nu nog even de zaal in om te genieten van de laatste performances.